Welkom bij Via Maastricht. De werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht zijn in volle gang. Op dit moment wordt het grondwater weggepompt. Waarom wordt het grondwater weggepompt? Nou, gisteren hebben we de laatste grondankers geboord. De grondankers die zorgen voor de stabiliteit van de vloer, tegen het opdrijven van de vloer als de Maas bijvoorbeeld hoog komt. Dus de volgende bouwfase is nou het leegpompen van de put, zodat we kunnen gaan beginnen met het betonwerk. Ja, en hoe wordt dat water weggepompt? Nou, er staat 5.500 kuub water in de bouwput, ruim 2 meter. En met 2 elektrische dompelpompen pompen we 1 meter per dag. En middels die pomp pompen we het water in een zandvangbak. Dus daar proberen we het zand uit het water te verwijderen en dan gaat het water op die manier het riool in. Aansluitend gaan we dan verder met het schoonmaken van de wanden. Daar hangt nog zand en grind, los grind aan. Dat moet er allemaal af en af. En worden ook de vloeren schoongemaakt middels een graafmachine. En kleine laadschopjes wordt alle slip bij elkaar geduwd. En op die manier wordt de vloer schoongemaakt. Oké, en daarna? Nou, na de carnaval zijn we klaar met het schoonmaken van de bouwput. En dan beginnen we met de betonwerkzaamheden. En die zullen ongeveer duren tot juni van dit jaar. In de loop van dit jaar wordt er bovenop de A2-tunnel de groene loper aangelegd. Maar sinds kort kunnen de voorbijgangers 's avonds deze bijzondere lichtbloemen zien. Nou, de bovengrondse groene loper is nog een wording, er is nu nog weinig te zien. En in die tussentijd, daar spelen wij nu op in. En met deze lichtobjecten hebben we vooral zeg maar, die bezieling in dat tussenstuk gebracht door die bloemen van licht te planten. Ja, want we zitten hier in het werkhuis. Wat houdt het werkhuis ja, in? Het werkhuis is een verzamelplaats van werkplaatsen, net zoals deze werkplaats. Het wordt nu gebruikt voor het project, maar we hebben hier in dit schoolgebouw hebben we verschillende werkplaatsen waar mensen uit de buurt creatief kunnen zijn. Dus op het gebied van tekenen, houtbewerking, textiele werkvormen, noem maar op, van alles. Ja. Wat wordt hier gemaakt? In dit lokaal hebben we dus gewerkt aan lichtobjecten die we dus naar de buurt hebben gebracht om de buurt te verlichten tijdens de donkere dagen. En die objecten zijn gemaakt van, nou, je kunt het hier op de achtergrond wel een beetje zien, van plastic. Mm-hmm. Dus materiaal dat herbruikbaar is en wat duurzaam is, wat je dus buiten kunt ophangen. Ja, langs de groene loper. Langs de groene loper en de, zeg maar, aangrenzend in de twee wijken Wiekerpoort en Witte Vrouwenveld. Als er mensen zijn die nog willen meewerken in dit project, kunnen ze zich dan nog ergens aanmelden? Nou, dit project is nu afgesloten, maar mensen kunnen wel deelnemen aan andere activiteiten die wij sowieso in het werkhuis organiseren. Dus iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn, die kan naar ons toekomen. En tot zover Via Maastricht voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.